En we zetten ons mooi rechtop. En met rechtop bedoelen we de voeten parallel. En ga eens letten, ga er eens op letten dat uw voeten echt volledig parallel staan. Dus niet een beetje open of een beetje dicht, maar mooi parallel staan. Open de borst. Trek de kin een stukje in. Verleng de nek. In het eerste deel van de les gaan we een stukje onze nek- en schouderlijn losmaken. En we gaan een oefening doen die ik deze week nog wel eens een keer in het Engels gegeven heb. En we gaan een langzame vlucht maken met onze armen om de ademhaling op gang te zetten. En de schoudergordel en de flanken vrij te maken. Sluit even de ogen. Wanneer je de ogen sluit. En nadat je geslapen hebt, sta je rechtop op de voeten. Dan is het evenwichtsorgaan nog niet te goed wakker. Kijk eens wat er moet gebeuren om stabiel op je twee voeten te staan. Dan draaien we de schouders open en dat doen we door de handpalmen naar voren en naar buiten te draaien. Adem in terwijl je die beweging doet. En adem uit en draai de handen terug. Parallel. Inademen. Open, uitademen. Nog twee maal inademen, openen. Dan worden mensen die wat gevorderd willen werken, oefen meteen al met een verdiepte ademhaling. Nog een laatste keer. Open de handen. Breng ze naar boven. Breng ze samen boven het hoofd. Hou de longen vol. Uitademend. Breng de handpalmen terug naar beneden. Inademen. De handpalm naar buiten. Adem in. Adem uit, draai de handen naar buiten. Laat de armen terug. Zak een langzame vlucht, kan je het noemen. Langzame vleugelslag.
Probeer die vleugelslag zo elegant mogelijk te maken. En op het ritme van de adem. Een zestal keer. En tracht al ademretenties toe te passen. En eindig je met de armen langs het lichaam. Voel met de ogen open. Alles wat het verschil is. Voel dat die simpele enkele ademhalingen al een en het ander teweeg gebracht hebben in uw zenuwstelsel. Inademen, breng de armen aan de voorkant naar boven. Stijg op de toppen van je tenen. Houd de longen vol. En uitademen, land terug, terwijl dat je de armen aan de voorkant naar beneden laat. Dat is een iets complexere oefening dan daarnet. Omdat het element van balans erbij komt. Weer minstens 6 maal. Als de oefening langer duurt voor jou, dan duurt ze langer. Je kan je yoga-oefening zo lang maken als je wil.
Bepaal een tijd hoe lang jij hebt voor je oefening. En verleng de oefening. Doe een oefening 10, 15, 20 keer om te zien wat het effect op je lichaam is. Je gaat merken dat je lichaam zich meer en meer aanpast aan de oefening en de effecten groter en groter worden. De geest op één lijn komt. Okay. Dan zetten we de benen in een brede spreidstand open. Tenen zijn een klein beetje naar binnen. We brengen de armen zijwaarts. We gaan een schroefbeweging naar voren. We hebben de oefening al eens een keer gedaan. Rek de armen uit alsof dat ze aan twee touwtjes uitgetrokken worden. Uitademen, buig de knieën een klein beetje. Steek je achterwerk naar achter. Kom de rechterrug naar voren. Draai naar links met de romp. Plaats de rechterhand op de grond. En buig of plooi dicht naar het linkerbeen. Dat is één uitademing. Je bent nu volledig met lege romp. Inademing. Kom je terug naar het midden en kom je terug rechtop. Uitademing. Naar boven. Draai de romp. Plooi dicht. Inademen. Uitademen, terug naar voren. Wissel rustig af van links naar rechts. En draai goed voor je dicht plooit. En werk op het ritme van de ademhaling. Ga niet sneller dan je ademhaling bewegen. Beweeg mooi op het ritme van je ademhaling. Zesmaal naar links. Zesmaal naar rechts. En draai de handpalmen naar boven, als je terug rechtop komt. Breng de handen in arm naar boven. En adem een aantal keer rustig in en uit, terwijl de armen gestrekt naar boven zijn.
Draai de handpalmen terug naar buiten. Breng de handen naar beneden. En stap uit de houding. Breng de handen voor je borst. Duw de ellebogen naar buiten.